Goedemiddag jongens, Nesme is net thuis en ik heb vandaag gewoon thuis gezeten en hij was aan het werk en wij gaan zo lekker uit eten. Wij willen nu een keer samen sushi eten, want de laatste tijd eet Nesme echt kapot vaak alleen sushi. Toen zei hij, nou dan breng ik jou wel even uit eten en dan gaan we lekker sushi eten. Dus wij gaan waarschijnlijk naar de sumo, maar we weten nog niet naar welke sumo. Oh, mijn batterij is bijna op. Die kruiskade. Ja. Die is wel de beste, hè? Ik vind shabu sowieso niet echt lekker, shabu shabu. Ik heb daar een keer gegeten bij Feyenoord Stadion, maar die vond ik echt niet lekker. En er miste ook heel veel op het menukaart. Maar goed, ik ga even een nieuwe batterij pakken. Dat is lang geleden. Wat wil je weer in mijn vlog, jongen? Mensen denken dat je niet eens meer bij me hoort. Nee. Mensen zeggen, waarom ben je het alleen? Dat is waar. Ik ben er nooit. Ja, waarom ben je er nooit? Ja, ik moet werken, toch? Ja. Ik moet werken, maar jongens, we zijn er. Hartstikke gezellig nog steeds. En we gaan lekker eten. Toch? Jij brengt me uit eten. Want je eet altijd sushi met andere mensen. Ik heb gisteren ook sushi. Ja, ik zag het. Die was echt vet lekker. De vrouw van Ali die heeft twee tassen. Maar die zagen er echt lekker uit. Zo lekker. Van waar waren ze? Want ik moet even terugkijken naar mijn vlog. Maar die waren echt lekker. Aangekomen. We gaan bij Shabu Shabu eten op Alexandrium. Want sumo was helemaal vol in de stad. Boe! Boe. We hebben net bepaald dat iedere van ons één ronde mag bepalen en Nesme is nu aan de beurt. Alleen ik baal er wel een beetje van, want ik vind sushi bijvoorbeeld met kip helemaal niet lekker en hij vindt dat echt lekker. Je gaat me zo naaien, hè? Nee, heb eens een beetje vertrouwen, jij. Nou, nee. Mensen, ik snap vandaag ook wel dat het gewoon echt een beetje mijn cheat day is. Ik heb gewoon cola besteld en ik ga gewoon echt lekker eten. Ja? Ja, ik ga echt lekker eten. Trouwens, ik kan niet met stokjes eten, dus ik heb kinderstokjes gekregen. Kids, kids. Wat moet je daaruit? Is het haring? Ik heb geen flauw idee. Je hebt zelf besteld, voor normaal. Wat is dit? Nee, dit is geen haring. Dit is die pittige. Pittige? Ja. En? Lekker? Zie je, ik heb wel goede smaak. Lekker hoor. Echt lekker hoor. Deze heeft het ook allemaal besteld. Je hebt wel goede keuzes gemaakt, zeg eerlijk. Dit? Trouwens, deze is echt lekker zeebaars. Het ziet er heel erg goed uit. Voor dingen besteld mensen het gewoon echt nooit. Wat is er? Ik moet eerlijk zijn. Ja? Ik wil mijne echt wel beter maken. Ja, maar wij hebben al heel veel sushi gehad, dus ik heb andere dingetjes besteld. Nou, nou goed. Niet lekker? We nemen er genoeg mee. Nou. Proef die. Ik ben heel benieuwd deze. Nou, het lukt je niet echt, hè? En? Kan je een softijs pakken? Heb je smaakjes of zo? Of frozen yoghurt, wat zeg je? Heb je smaakjes op? Ja, hier. Zie je dat niet? Mango. Naturel. Ja, ik heb niet van chocolade. Chocolade of vanille is softijs, hè? Ja, dit is chocolade en vanille. Oeh, dit? Oh, lekker man. Ik ga chocolade doen. Ik heb gewoon vanille gepakt. Oh, dit is echt lekker. Wij zijn bij de Mediamarkt en we gaan koelkasten kijken. Oh, dat is vet gaaf. Doe eens nog een keer. Oh, wat dit? Oh, dat is echt gaaf. Hey, dat is live, man. Hey, het is wel echt gaaf, moet je eerlijk zeggen. Goedemorgen. Ik heb gisteren niet meer gevolgd nadat we sushi zijn gaan eten. Want ja, Nesim is echt weinig vrij. We wouden gewoon lekker alleen zijn. We hebben de hele dag op de bank. Toen de hele nacht op de bank gezeten, filmpjes gekeken, series gekeken. En ja, dat is het eigenlijk. Nesim is nu met zijn auto naar de autogarage. En daarna komt hij terug en gaan we even samen boodschappen gaan. Hij wil even een salade eten als hij terugkwam. Als hij terugkwam wil hij even een salade. Dus ik heb alvast een salade voor hem gemaakt. En ja, dat is het een beetje. Daarna gaat Nesim naar de verjaardag van zijn vriend. En daarna komen zijn vrienden bij ons. Want ze gaan het gevecht hier kijken van Mayweather tegen McGregor. En Nesim is team McGregor. Dus ik moest ook nog zijn shirtje vandaag wassen, zodat hij hem vandaag aan kon doen. Kijk, deze moest ik wassen, die gaat hij vandaag aandoen. Kijk, en deze salade heb ik voor hem klaargemaakt. Hij is zo met maximaal 5 minuten thuis. Oké, na de boodschappen ga ik dan naar mijn vriendinnetje. Ik ga even naar Saranda toe en we gaan lekker samen eten vandaag. Oh, hij is een beetje licht, man.
gaan we gewoon een beetje lekker samen eten. Een beetje gezellig met z'n tweetjes. Deze combo op mijn lippen trouwens is echt gewoon perfect. Ik laat jullie zo wel zien wat ik op mijn lippen heb. Ik heb vandaag een truitje aan van de Bershka. En ik vind hem zo leuk. En dit is een truitje van de Bershka Sale. En het heeft me maar 3, 4 euro maximaal gekost. Hij is echt zo fijn. En ik wil echt dat ik meer van had gehaald. Kijk, Lira daar staan. Lira? Ja, naar beneden, nu! Zoekt echt aandacht altijd, hè? Lira? Precies. Ja, ik wil echt dat ik meerdere van deze heb gehaald. Want ze zijn zo fijn, die stof is echt zo chill. Maar ja, volgens mij zijn ze er helaas niet meer. En ja, deze had ik voor 3, 4 euro gehaald. Ik had nog een truitje gehaald voor 3 euro volgens mij. En ik had niet gezien dat er een vlek op zat. Want er zat hier echt een dikke van deze vlek van iemand. Die heb ik helaas niet gezien. En die krijg ik er ook niet meer uit. Jammer. Kijk, ik heb deze 3 gemixt voor op mijn lippen. Ik heb deze lip liner op van NYX Cosmetics. Dit is in de kleur Nude. Daarna heb ik deze opgedaan van NYX Cosmetics. Is de Soft Matte Lip Cream in de kleur Istanbul. En daaroverheen doe ik deze van NYX Cosmetics. En dit is in de kleur Lace Detail. Als ik deze samen mix, krijg ik dus deze kleur. Super mooi. Ik wil zeggen, nou, ik heb net gewoon 4 witte haren op mijn hoofd ontdekt. En ik ben er echt niet blij mee. Ik ga ze gewoon eraf knippen, want ik kan echt niet meer leven. Kijk, ik weet niet of jullie het zien. Of jullie het kunnen zien zo. Maar ik vind het echt niet tof. Je mag ze er niet uittrekken, heb ik gehoord. Maar je mag ze wel eraf knippen, dus dat ga ik doen. Oké, dit is echt het moment waarop ik denk, wauw, I'm getting old gewoon. Dit is echt niet tof, man. Witte haar. Daar zat ik nog niet echt aan te denken. Ik heb wel echt 5 jaar terug heb ik 1 keer een witte haar ontdekt. En heel veel mensen zeggen van, ja, je moet ook geen parfum in je haar spuiten, want daar krijg je ook witte haar van. Misschien kan daar aan liggen, want ik spuit altijd heel veel parfum in mijn haar. Dat ga ik ook niet meer doen. Ik heb 1 keer Nessim heeft gehaald. Even zitten, dat is wel echt gaaf, moet je eerlijk zeggen. Dat is Nessim trouwens, hoe oud was je hier? Ik weet niet, man. 4, 5, 6. Hij is wel echt tof, ik wil hem ook dragen, ik zweer. Zullen we hem voor jou eentje laten maken? Hè? Ja, ik vind hem echt tof, ik ben echt serieus. Dat is, kijk hoe die staat als ik hem draag. Nessim kan niet eens rustig eten. Kijk. Oh. Waarom drinkt ze nooit van haar eigen ding? Wil je ook met salade anders of niet? Ze heeft volgens mij het ook aan geroken, hè, voordat je kwam. Kijk. Moet ik even water voor je pakken? Nou, graag. Lira gaat gewoon aan de bek van Nessie. Lira! Lira, nee! Kan echt niet. Doe normaal. Doe ik zo. Gewoon weer naar je eigen beker. Goed. Nee! God. Ja, ik weet niet, aanvoelen of zo. Oké, ik ben net aangekomen bij Saranda. We hebben toch geen boodschappen kunnen doen, want ja, Nessie was een beetje laat thuisgekomen. Toen gingen we lekker aan tafel zitten, ging hij nog even eten, ging even kletsen. En toen dachten we, nou, we gaan hierna gewoon niet meer boodschappen doen. En toen ben ik naar mijn vriendin gegaan. En toen zei ik, ja, ik ga wel even naar Saranda toe. En hij gaat nu richting Terneuzen voor de verjaardag. En dan zie ik hem vanavond voorbij het gevecht. Dus ja, that's it. Volgens mij is het gevecht trouwens echt super laat. Dus ik denk dat ik er al lang slaap. Maar de mannen zullen waarschijnlijk bij ons chillen. En Nessie gaat barbecuen. Dus ik ben benieuwd. Ik heb trouwens vandaag Red Bull gehaald. Ik had er gewoon echt zin in. Als ik er zin in heb, dan haal ik het gewoon. Ik ga mezelf niet straffen. Maar goed, ik ben dus aangekomen. En nu ga ik lekker kleine Etina ook zien. Kijk hoor. Ik heb echt zin om Etina weer te zien, jongens. Ik mis haar altijd zo erg. Kijk, 1 keer Etina slaapt. Hoe schattig. Ik mag haar echt niet wakker maken, want ze slaapt net echt 5 minuten, is er dan? Ja. Ik mag haar echt niet wakker maken. Super cute. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen, kindje? Wat is ze? Kijk, 1 keer het armbandje die Etina om heeft. Ik ga stuk. Zo schattig. Ben jij schattig, hè? Ja, hè? Geef mijn handje. Geef mijn handje. Ja. Schatje.
Dan heeft echt lekker bami gegeten. Ik wil gegeten zeggen. Gekookt. We hebben ook echt honger. En Etienne is ook hit aan het huilen. Hè? Etienne huilen, hè, Lili? Ja, hè? Kijk haar mondje, kijk haar mondje. Etienne huilen, hè? Ja. Oké, Etienne is na urenlang huilen eindelijk in slaap gevallen. En ik ga nu lekker snacks halen voor ons. En dan kom ik terug. De mannen zijn nog steeds allebei in Terneuzen. Trouwens, onze mannen, dus Nessim en de man van Saranda, zijn echt jeugdvrienden. Dus nog van vroeger. En die zijn dus allebei na een verjaardag van een oude vriend. Kijk, ik heb er deze koekjes gehaald. Die vinden we wel super lekker. En weer zonnepitten. We hadden al chips, dat heb ik niet nodig. We hebben hier koekjes. En kijk dan een keer. We zijn al bezig geweest. Wat er nog over is gebleven. Tanden poetsen, ga ik gewoon slapen. Kan niet meer. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Mwah.